Dankjewel. Dag Pieter, dankjewel. Ja. Ja. En aan jou de eer om hem open te maken. Ja. En nu aan mij. Wie gaat het worden van de publieksprijs? Ja, weet ik ook niet. Hè? Nee, nee, zeker niet. Het is voor ons allemaal heel spannend. Doe het samen. Lydia Braakman. Wie is dat? Ah, daar is Lydia. Proficiat. Je geluid mij heeft... Oh, heel goed. Oh, dat is een confetti. Kijk, nou, mooi wordt het. Hey, fantastisch. Ja, 3000 euro in de pocket. Publieksprijs, ja, dat is natuurlijk een grote eer, toch? Ik bedoel, niets dan respect voor de jury. Maar publieksprijs winnen is natuurlijk ook fantastisch, toch? Wat gaat er door je heen, Lydia? Ja, we zijn er super blij mee. Ja, had je het verwacht? Dat je denkt, nou, we moeten toch wel één van beide prijzen kunnen winnen? Of zag je van, nou... Nou, het was heel erg spannend. Ja. Het team was er helemaal van overtuigd. Dus dat is hartstikke mooi. En het is ook een team effort geweest. Dus ik vind dit... Ik spreek namens het hele team heel erg trots op het feit dat we juist ook de publieksprijs hebben gewonnen. Hey, en wat gaan jullie met het geld doen? 3000 euro, dat is niet mis, toch? Wat gaan jullie, heb je al een bestemming daarvoor bedacht? Nou, dat hebben we nog niet gedurfd, maar we hebben altijd geld tekort dus, en ideeën te over. Dus dat gaan we nu eens goed bekijken. Het gaat in ieder geval naar het zorgeloze maken voor kinderen met chronische aandoeningen in het onderwijs, zodat ze zoveel mogelijk lekker mee kunnen doen. Super. Nou, dankjewel en feest nog even door.